Deze highlights worden u aangeboden door Pepsi Max. En takeaway.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Pesic met ruimte. Lopende mensen voor doel. Hier is Bukari. Legt hem nog terug. Kanga. Alleen de paal voorkomt. Steenel na 11 minuten. Ali Mohamed. David. Ja, dat is een aardige trap. Paul lag een beetje te veel onder hem. Kataj schat het beter in dan Sundgren. En dan de 16. Kataj haalt de achterlijn, legt goed terug. En daar is het doelpunt. Goldberg dacht dat hij het moeilijkste had gedaan. Die bal weghalen voor de neus van Bukari. Maar hij schuift hem voor de voet van deze Pesic. En daar is het doelpunt dan toch. Na 26 minuten. En zo is het verschil ongedaan gemaakt. Ze staan helemaal gelijk. Na iets meer dan een kwart wedstrijd in Belgrado. Bukari, dat haalt hij nog wel. En Pesic voor de goal, dus hij kan die blind brengen. En kijk eens, Ivanic. Wow, haalt hij prachtig uit de lucht. Pesic, een goede tik is dit. Goede aanval, fantastische goal. En nog voor de rust is het gewoon 2-0. Ja, niks met 1-0 de rust halen. Als ze kans zien om te gaan, dan gaan ze voluit. Ivanic. De hoekschop met Aziza. Dan is het Pierrot zoeken die verlengt. Borjan er nog tussen. Wat een vreemde armbeweging is dit van Srnić, die er nota bene is ingekomen voor zijn ervaring. Ja, Taylor moet niet lang kijken. Dit is gewoon een duidelijke strafschop. Aziza of Borjan? Borjan. En het stadion ontploft. Ja, als je dit soort kansen laat liggen, dan maak je het jezelf wel heel erg moeilijk. In een wedstrijd met rechtstreekse uitschakeling. Maar Maccabi gaat het nog eens proberen. Sundgren! En dan gaat hij er toch in. Borjan verrast en dan is het toch 2-1. Wat een knotsgekke wedstrijd is dit. Dan pak je als doelman een penalty. En dan gaat die bal er 20 seconden later toch in. En dan lijkt hij houdbaar. Sherry. Ja, dan doet het toch met rechts. Hier is Ali Mohamed. Eerste baltoets niet goed. En dan moest hij zoeken naar wat ruimte. De stiel van Cornu. En de trap via Borjan. En het doelhout. Kans verijdeld. De grootste voor Maccabi in de tweede helft. Laatste minuut van de reguliere speeltijd. Hazili achter de bal.
Centrale verdedigers mee voorin. En een on-goal. Een on-goal van Pavkov. Gebeurt het dan toch nog in de reguliere speeltijd? Het ziet er naar uit. En Maccabi Haifa op weg naar de groepsfase van de Champions League. Het is zuur dat het op deze manier moet gebeuren met een on-goal. Deze highlights werden nu aangeboden door Pepsi Max. En takeaway.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.